We hebben Goot Flint van Enrichers en ons concept heet Reisje Fit. De opdracht waarmee we aan de slag zijn gegaan was om te kijken of we met beweging de reiservaring kunnen verbeteren. We hebben geprobeerd om alle producten zo geloofwaardig mogelijk en zoveel mogelijk op te laten gaan in het huidige interieur. We hebben verschillende, ja, dat noemen wij add-ons, kussens gemaakt die je in de trein kan leggen en tegels. Waar mensen op kunnen bewegen en we kijken in welke mate dat plezierig is voor de reiziger. Voor het ontwikkelen van dit concept en deze producten zijn we gaan voortbeduren op een eerdere masterclass die we hadden gedaan in Cambridge. We hadden toen samen met een professor in neurobiologie gekeken hoe je eigenlijk omgevingsverrijking, wat al heel lang bekend is in neurologie, hoe je dat kan toepassen in de dagelijkse omgeving. En aan de hand daarvan hebben we dus een collectie meubels gemaakt waar mensen intrinsiek op gaan bewegen. Ik verwacht dat, omdat het uiteraard een nieuw iets is, dat mensen sowieso op een bepaalde manier verrast zijn. En wat me tot nu toe altijd opvalt, is dat mensen niet echt zien dat die producten actief zijn of interactief. Vaak zien ze zien er best wel statisch uit en ook best wel gestileerd en af. Dus vaak zit er wel een verrassingselement in. Dat mensen gaan zitten en denken van oeh, wat is dit? Of dat ze mensen om zich heen kijken van hé, wat gebeurt er nou? Onze ontwerpen verbetert de treinreis door mensen onbewust meer natuurlijk te laten bewegen. En ik verwacht dat mensen dat ze misschien niet bewust ervan zijn dat het daadwerkelijk de beweging is die ze prettiger vinden, maar dat ze het wel onbewust prettiger gaan ervaren.